Robin en Bram. Zo. Goedenavond allemaal. Hi. Nou, wij zijn jullie workshopleiders. En wij gaan jullie vandaag een musical leren in 10 minuten. Dus in de komende 15 minuten zullen we aan de hand van een aantal pakkende voorbeelden het hele concept musical aan jullie uitdragen. Ja. Ja, we hebben net allemaal mensen opgroepjes zien doen en zo. Hè? Dat was leuk, dus dat willen wij ook. Precies. Nou, naast mij staat Robin, 23, vrijgezel. Als een echte musicalactrice. Nou, ik ben Bram, 23, vrijgezel en homo. Ik zeg het altijd maar even bij, want aan mij zie je het namelijk niet. Ja, dat is heel gek. Maar dat hoort in de musicals. Levensles 1. Pak ook even uw aantekeningblokjes erbij. Precies. Ja, de hoofdrolspeelster is altijd single, de hoofdrolspeler is altijd homo. Denk aan Paul de Leeuw, heeft musicals gedaan. Jamai Loman. Inderdaad, Steady Burdison. Carlo Bossart. William Spy. Die weet het nog niet, maar... Inderdaad, Led. Komt er allemaal wat tevoorschijn. Nou, nu even terug waarom we hier nou eigenlijk zijn. De musical in 10 minuten. En dat begint altijd met een grote... overture. Inderdaad, en dat is altijd leuk met muziek en orkest. Dus dat kom nog even aan. Schrijf het alvast op. Als de vragen zijn, na afloop. Precies. Oké, ik zou zeggen, nu zit je erin en wij komen zo terug. Maar stellen we elkaar toch voor, dan weet je wie er meespelen in de musical. Precies, dat is wel zo makkelijk. Inderdaad. Okay. Vanavond is misschien de enige kans in je leven dat je kan genieten van deze onzichtbare sigaret. Wij, Bram en Robin, zingen dit lied zodat je nu weet wie wij zijn. Wie wij zijn. Niet voor de Roma, omdat wij het zingen. Als eerste het refrein. Tweede stem. Hoor je me? Het is hem, het moet altijd rijmen, kom op. En aan het eind van het lied zijn wij best friends. En we zijn nou blind van verliefdheid, want de hoofdrolspeler is vanaf het verliefd op elkaar. Daar gaan we over zingen. Blind wordt een hele liefdesliedje. Je ziet het aan om te lachen. Het begon bij de ontmoeting. Het oogcontact was daar toen ik naar jou keek. Ik kijk naar jou en jij kijkt naar mij. Je wordt mijn duifje. Je wordt mijn honderdpotje. Schat, ik ga je nu verlaten. Het is jouw schuld. Het komt door je uiterlijk, je innerlijk. Want dat is echt niet overwinnelijk. Ik ben vreemd gegaan. Ik haat je. Ik haat alles als ik aan jou denk. Oh nee.
romantisch gebaar. En ik schreef het als waar. Ik haat jou. En nu ga ik weg. En ik zal net als een goede musicalacteur sterven van verdriet. Nu zijn me haar. Zal ik je sterven? Maar zoals je bij elke musical ziet, zingt een stervend man eerst een lied. Kijk een traan op mijn gezicht. Ik ben bedroefd, bedroefd dat ik moet gaan. En ik sterf hier strakjes op de vloer. Maar nu eerst zal zij haar solo doen. Ik ben heel alleen. Maar naast mij in verbeelding. En moderne dansen bij. Verbeeld me dan, hij streelt me dan, omarmt me. Ik huiver, krijg het koud, zijn ogen dichter en verwarmt me. Ik ben dramatisch blind, dat kun je zien, want mijn ogen zijn dicht. En ik weet niet of ik dood ben, dus ik denk dat ik een engel voel. Engel. En daar ga ik nu over zingen, binnen naar God. En daarbij zal ik wat beweging uitvoeren. Wordt er wel bij. Ik dood. Lieve God, ben ik nu in de hemel? Breek ik brood, net als Jezus, met een glas met wijn? En als ik sterf, zeg me dan dat in de hemel Robin daar alvast mag zijn. Maar dat gaat niet gebeuren, dat is namelijk de clue. Onze Robin is de held van de show. En nu ga ik dood met een dramatische laatste adem. Sorry jongens, dan maar zo. Lieve God, alstublieft, wek hem weer tot leven. En zo valt er een magische traan op het dode lichaam van mij. En dan komt er een geheel. Alstublieft. Oh, en ik leef weer. Oh, echt waar. Oh, en laten we erover gaan zingen. Vriendinnen, eenmaal uit een droom, ik word van haar.
je dat het kan. Inderdaad, daarna gaan we over naar het openingsnummer, want in het openingsnummer stellen wij onszelf voor. Precies, dan weet je precies wie de meent in de musical. Inderdaad, en daarna worden de hoofdrolspelers altijd op magische wijze verliefd. Inderdaad. Ja, en toch helaas gaat het toch vaak mis. Drama verkoopt, hè? Ja. En daarom gaat er ook vaak iemand dood in de voorstelling. Precies. Dat hoort er ook bij. En afhankelijk van wat voor genre het is en of het een goede of een slechterik is, komt hij weer tot leven. Ja, en dat kan op allerlei manieren. Toverspreuken of natuurlijk de magische draad werkt altijd. Ja, dat zou heel origineel zijn. Moet je natuurlijk de magische kus doen, want die wordt eigenlijk nooit gebruikt. Dan komen we tot leven, dan kijken we elkaar aan, dan voelen we de liefde weer. En dan zingen we daar natuurlijk een dramatisch duet over. Precies, zodat iedereen weet dat het echt de ware liefde is en altijd weer goed komt. Inderdaad, en daarna zoenen we wanneer alles uitloopt in een gigantische, gigantische finale. Waarin het hele koor meerstemmig meezingt. Dat is erg belangrijk. Ja, en om te weten of je nou echt wat goed hebt gedaan, moet je altijd de laatste moment extra goed zingen, omdat je daarvoor het applaus krijgt. Inderdaad, dus we doen nog één keer het einde voor u.